Het Elsje Vink Sanitair College, COFA, probeert meer mannen te werven die zich bij het instituut willen laten opleiden. Dit zegt directeur Anshel Wallerlei Kumbangsila in gesprek met ATV. Ze merkt op dat het verplegend en verzorgend beroep van oudsher een vrouwenberoep is, wat maakt dat mannen niet zo gauw geneigd zijn te kiezen voor het vak. Wat wij heel specifiek doen is wat wij noemen omgekeerde discriminatie. Wij kijken op de wachtlijsten en we halen alle mannen eerst van de wachtlijst. Als zij voldoen aan de criteria en als ze door de selectieprocedure gaan, dan komen zij dan op de opleiding. En zo proberen we dan de toeloop van mannen in het beroep dan te verbeteren. De directeur stelt verder dat de afgelopen jaren een lichte stijging is geconstateerd in het aantal mannen dat zich wil opleiden bij het COFAB. Ze merkt op dat er veel aandacht besteed moet worden aan manieren om de mannen te interesseren voor het verplegend vakgebied. We zouden daar een hele campagne voor eigenlijk moeten uitzetten hoor. Dat hebben we niet gedaan, maar je zou daar een hele campagne voor kunnen uitzetten. Waarbij je, ik noem maar iets, bijvoorbeeld ook in je reclameuitingen voor het beroep van verpleegkundigen, dat je meer mannen in beeld brengt. In onze day-to-day operation, bij de marketing en public relations, merk je ook dat steeds meer mannen in beeld worden gebracht en ook meer mannelijke studenten en verpleegkundigen worden gebruikt in publicaties. En daarmee hoop je eigenlijk het idee dat er bestaat nog steeds dat de verpleging een vrouwenberoep is, hoop je daarmee dus dat toch te beïnvloeden. Wallerlei Kumbangsila zegt dat zeker 95% van de studenten uit vrouwen bestaat. Ook bij de werknemers bestaat het grootste deel uit vrouwen. De directeur meent dat het geen gemakkelijke job is om een balans te brengen in het aantal mannen en vrouwen.